goedemorgen jongens. Het is maandagochtend. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Wij hebben vandaag het kinderdagverblijf overgenomen door de nieuwe maatregelen. Zijn alle kinderdagverblijven dicht. Dus Impie en Impie zijn met ons mee. En No die heeft een tractor gekregen. Van Opoe, dus de oma van Lars. En hij is er helemaal wijs mee, maar hij kan nog niet zo goed trappen. Dus Lars heeft er een touw aan gebonden om hem te trekken. Het sturen gaat ook nog niet helemaal lekker. Het scheelde net echt een haar met een auto. Maar verder is het wel gezellig. Het was vanochtend 6 uur. Dus waarschijnlijk over een uur storten wij helemaal in. Maar ik denk als de kinderen een slaapje gaan doen, dat we nog even lekker meegaan. Ja, goed zo. Zo, nou, kunnen we weer? Trappen. Gaan met die banaan. Trappen, nou, zelf. Trappen. Goed zo. Ja, Noa en ik hebben deze cakejes gemaakt vanmiddag en nu gaan we ze versieren, No. Kijk, ik heb hier versiersels in. Dus daar moet je er een paar van pakken en dan moet je die zo op het cakeje doen. Zie je dat? Ja. Mooi. Wauw. Echte kerk. Oh, je zus gaat even onderuit. Wauw. Ja. Mooi hoor. Oh ja. Moet je wel op het glazuur doen. Dit is het glazuur. Dan blijft hij plakken. Ja. Ja? Een hele goede morgen jongens. Het is dinsdagochtend. Je kan die maandag van gisteren een beetje als ongebeurd beschouwen qua vlogdag. Want echt waar. Zoveel chaos. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om dan ook nog tijd te vinden om af en toe even met jullie te kletsen. Ik hoop dat je me dat vergeeft en dat als wij ooit zwanger worden, dat je niet meteen unsubt. Want ik beloof je, met één is het een stuk makkelijker, maar met twee is gewoon gek huis. Wel een leuk gek huis. We hebben het echt onwijs gezellig gehad. Noah was verdrietig dat hij weer naar huis moest, want hij wil bij D en Lars blijven wonen. Dus dat is denk ik het allergrootste compliment wat je als oom en tante kan krijgen, toch? Maar goed, hij was ook wel weer heel blij om papa en mama te zien, hoor. Dus dat wel. Ik heb flinke wallen, zoals je kan zien. Ik hoop dat ik daar vanaf kom, want wij gaan vakantie houden. Dat betekent niet dat we niks gaan doen, maar we gaan niet werken. Ik heb gisteravond echt onwijs hard gewerkt om de weekvlog af te krijgen. Zodat we nu even een week... zodat we nu even een week werktechnisch niks hoeven te doen. En dat vind ik een heel lekker vooruitzicht. Dat betekent niet dat we stil gaan zitten, want ik heb echt 18 kuub was wat ik moet vouwen. En dat zijn dan de klusjes waar ik het meest tegenop zie. Aan de andere kant, het is donderdag kerstavond. Vrijdag is het eerste kerstdag. Zaterdag is het tweede kerstdag. En zondag is het derde kerstdag. Allemaal coronaproeven plannen gemaakt. We hoefden onze plannen niet heel erg aan te passen. Want we hadden er al rekening mee gehouden dat er de restrictie van 3 zou blijven staan. Nou is dat nu natuurlijk 2, maar met kerst 3. Dus dat komt helemaal goed. Dat is een opluchting. Maar we gaan wel lekker koken en ik moet heel veel boodschappen doen en daar ga ik je natuurlijk allemaal in meenemen. Dus het wordt gewoon echt een onwijs leuke week. Ik ga beginnen met een boodschappenlijstje maken. Wij moeten 2 gerechtjes maken met kerst. We hebben even de planning. We hebben eerste kerstavond bij mijn ouders thuis. Dat is gewoon kerstavond. Eerste kerstdag vieren we met z'n tweeën. We zitten gewoon lekker thuis met z'n tweeën. Dus ook chill. En helemaal van deze tijd natuurlijk. En derde kerstdag gaan we naar mijn schoonouders. En wij moeten bij mijn ouders het nagerecht maken en bij mijn schoonouders het voorgerecht maken. Nou wil ik als nagerecht bij mijn ouders pavlova maken. Dat heb ik gezien bij Lin. Lin heeft een Instagram account en deelt altijd superleuke eettips. Ik zal even kijken of ze ook een foto erop heeft laten staan. Nou, ze heeft er een filmpje op staan van hoe je het maakt. Maar dit ziet er dus superleuk uit. En je kan het gewoon lekker voorbereiden. Dat vind ik chill. Nou heeft zij er vijgen op gedaan. Dat vind ik niet zo lekker. Dus ik ga voor rood fruit, denk ik. En misschien nog een beetje kerstachtige versiersels. Dus dat wordt het nagerecht. En over het voorgerecht bij mijn schoonouders twijfel ik nog een beetje. Aan de ene kant vind ik tonijn wel heel erg leuk. Ik vind zo'n tonijntartaartje echt heerlijk. Aan de andere kant wil ik ook niet iets doen wat te groot is. Dus ik moet daar even goed over nadenken. Dus dat is de planning. Voor vandaag in ieder geval. We gaan vandaag even oriënteren. Wat gaan we maken? Het is jammer dat je er niks meer aan hebt, maar misschien als je dit ziet voor volgend jaar kerst, zijn dit hele goede ideeën. Dat is het nadeel dat die vlog zo laat online komen. Maar ja, oké, we gaan aan de gang. Boodschappenlijstjes maken.
Oma kwam even gezellig bij mij langs. Op 1,5 meter. Maar we kwamen erachter dat we bijna dezelfde jas hebben, maar dan een andere kleur. Oma in het paars en ik in het roze. Zijn we toch nog een beetje matchy, oom? Heb je je kerstkransjes? Ik heb mijn kerstkransjes. Oké, nou. Nu gaan we allebei naar mama, want we gaan nagels doen. Ja. Oma heeft ook een afgescheurde nagel. Het is tijd om te gaan shoppen bij mam. Ik ga even shoppen, mam. Ik ga even shoppen, hoor. Ja, dat is goed. Nee, je hebt al mijn onderborden. Mam die heeft een kelder met allemaal schaaltjes en vaasjes en dingetjes. En als het goed is ook ergens nog amuseschaaltjes. Maar dit is gewoon een soort kringloop. Maar dan kan je alles pakken en weer terugbrengen. Allemaal dit soort dingen. Maar ik wil dus even kijken, want we moeten het voorgerecht doen. En dan zijn dit soort dingen altijd wel top. Die ga ik even meenemen. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dat is prima. Ja, ik ga even die camera weg doen, want anders kan ik niks vastpakken. Maar hier ga ik wel wat vinden, denk ik. Lars is weer de hele dag aan het tuinman, hè? En hij heeft gewoon heel de tuin leeggehaald. Niet normaal. Maar het ziet er meteen al gewoon netter uit. We hadden echt zo'n... Ik denk alleen wel dat we het probleem hebben dat we weer moeten uitgaan. Ja, verder meer naar beneden. Kijk, aan de voorkant kan je dat zien. Ja. We zijn hoger dan de straat. Ja, precies. Goed. Hebben we dat weer. Ja. Nou ja, het was namelijk een beetje zo dat onze voortuin wel echt afdeed aan de rest van het huis. Het zag er zo rommelig uit. En ja, dan... nog. Ja, maar dit is echt al beter dan het was. Heb je een jaar geklust om het mooi te maken en dan komen er nieuwe mensen en dan zien ze alleen de voortuin. Ja, zo lelijk. Kijk, de nagels zijn weer mooi. Je ziet bijna geen verschil, maar het is gewoon een touch-up. En ik heb deze ketting gehad bij mam. Wat vind je? Mooi, ik vind het heel fijn. Ja? Ja. Ik vind hem ook wel leuk. We gaan even lekker hapje eten en vroeg naar bed. Ik ben echt kapot. Het is echt bizar dat als het niet in je ritme zit, dan is het zo vroeg als die kinderen om 6 uur wakker zijn. Dan moet je gewoon 2 dagen gewoon bijslapen. Zijn deze vergeten? Ah, mee. Ja, maar die blijft heel lang goed. 21. Ja, die blijft super lang goed. Die fruithapjes, knipzakjes. Wat gaan we eten? Sla. Ja, sla met aardappel. Ja. Jij maken? Ja. Een hele goede morgen, jongens. Het is woensdagochtend. Ik ben altijd in de war met de feestdagen. Ik kan er niks aan doen. Het is tijd voor boodschappen rondje deel 2. Er zijn al wat dingen afgekraakt. Ik ben gisteren naar de Lidl geweest. Het was echt te laat om nog naar de Jumbo te gaan. Dus ik ga nu naar de Jumbo. Daar hebben ze natuurlijk weer andere dingen dan bij de Lidl. Dus die moet ik daar weer halen. Oh, paniek. Maar goed. Ik heb er helemaal zin in, jongens. Die kerstvibe. Sleutel is ook wel handig. Ik mag van Lars niet meer met mijn schoenen binnenlopen. Want ik loop altijd modder naar binnen. Dus nou heeft hij mij verplicht om mijn schoenen uit te doen. Dus dan moet ik eerst alle spullen verzamelen. En dan kan ik pas weg. Oké, we gaan. Hey, ik heb nog een bedankje voor je. Oh, hartstikke bedankt hoor. Dankjewel voor alles. Fijne feestdagen. Jij ook. Hoi, hoi. Ja, joe. Hij was er blij mee hoor, jongens. Oh, jongens. Ik heb net een lekker potje zitten janken. Het zit als volgt. De ouders van Lars hebben een hond. Cooper. Echt een lief beest. Beetje para, maar het is zo'n schatje. En je kan er zo goed bij hebben. En Cooper drinkt normaal al heel veel, wat ik al een beetje vreemd vond. Want ik zie dat bij andere honden nooit zoveel. Maar goed, dat kan. Ze heeft altijd dorst en ze heeft ook altijd heel veel problemen met haar oren en zo. Dus mijn schoonmoeder die is naar een andere dierenarts geweest dan dat ze normaal ging. En heeft gevraagd of ze misschien een onderzoek kunnen doen. Nou, dat hebben ze gedaan en het was echt niet goed. Wat betekent dat er 2 dingen kunnen zijn. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, want ik was meteen aan het janken natuurlijk. Maar of het is iets met haar lever of het kunnen symptomen zijn van een hersentumor. En dat betekent eigenlijk gewoon, ook als ze dat leverprobleem heeft, dat het gedane zaak is. Maar om uitsluitsel te geven, gaan we 4 januari een scan laten maken. Ergens in Vleuten bij een of andere arts of zo. Maar jeetje. Ik vind het zo kut. Ik kan er zo slecht tegen, jongens. Ik kan gewoon geen afscheid nemen. Ik kan dat gewoon niet.
En helemaal niet van die lieve diertjes die dan veel te jong zijn nog. Dus ik hoop echt dat het meevalt. Maar het voordeel is wel dat ze er volgens mij niet zo heel veel last van heeft. Want ze is gewoon altijd super vrolijk en dat zit wel goed. Maar dan weten jullie in ieder geval het verhaal. Dan sta ik zo weer op een of andere Instagram pagina van YouTubers die aan het janken zijn. Een hele goede morgen jongens. Het is 24 december, dat betekent dat het vanavond kerstavond is. Excuses voor mijn afwezigheid de rest van de dag gisteren. Ik was even klaar met alles. Lars en ik hebben lekker Chinees gegeten en rustig aangedaan. Want ja, het is gewoon kut. Het is gewoon kut nieuws. We weten natuurlijk nog niet specifiek wat, maar kut is het wel. Dus we hebben nu voor 4 januari een afspraak gemaakt bij de scan. En dan kijken hoe dat loopt. Ik weet het ook niet. Maar goed, tot 4 januari is ze in ieder geval gewoon bij ons en ze is blij. Dus we gaan er gewoon wat leuks van maken. Laat ik het zo zeggen. Quinn belde me net weer. Kan je me even ophalen, want ik moet mijn auto naar de garage brengen. Hey, wil je even bij... Oh, je bent nog in Utrecht? Ja, dat was het probleem. Oh, jammer. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik heb dan zo geen auto meer, want onze andere auto is ook naar de garage. Maar ik moet van mama de mixer hebben, want ik heb geen mixer. Maar die kunnen we dan thuis af en toe eerst ophalen. Ja. Ja, dat is goed. Oké, appen. Ja, ik kijk wel even waar je bent voordat ik ga rijden dan, ja? Nou, dus eerst Quinn ophalen bij de garage, dan bij mama de mixer ophalen, dan naar huis. En eindelijk beginnen aan het toetje en dan hopen dat Lars tegen die tijd de boeier heeft opgeruimd. Want dat was zijn taak. Ik heb wel echt heel slecht geslapen trouwens. Ik liep zo laat. Zo onrustig in de nacht, echt verschrikkelijk. We gaan beginnen jongens. Mocht je dit recept ook willen zien, het linkje staat in de beschrijving. Als je dat ook een keer wil maken, dus ik ga niet alles woord voor woord uitleggen. Ik ga aan de gang. Ja. Nou jongens, daar ligt hij. Dat hij maar heel mooi mag worden en heel mooi mag opstijven. Hoe heet dat in de oven? Ik heb geen idee. Ik heb een rondje getekend op het bakpapier, staat ook op het recept van Lin. Want dan weet je precies hoe groot je schaal is. Want ik heb deze schaal van IKEA. Die vind ik wel kerstig. Dus hier komt hij op. Nou, voor de rest kunnen we niks... Lars! Sorry. Grapje, gezondheid. Voor de rest kunnen we niet zoveel voorbereiden, want je kan de slagroom er pas op doen als je het gaat serveren. En ik heb allemaal fruit en zo en dat gaat er dan nog bovenop. Maar dat ga ik dus allemaal pas met mama doen. Dus dat zie je vanavond. En Robin had van de week sterretjes meegegeven. En die ga ik er denk ik ook in steken. Dat vind ik ook wel leuk. Zo. Ah! Oh! Je ging bijna op je muil. Dan ben ik lelijk, hè? Ik ook. Ik moet echt douchen. Maar ik wil pas douchen aan het einde. Ook. God. Je bent niet te dik. Je bent mooi zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. En voel me bovendien ben jij diegene. Ik zit even op mijn laptopje hier een beetje te zoeken. Want ik maak me nu alweer een klein beetje zorgen. We zitten nu natuurlijk helemaal in die kerstvibe. En ik heb er echt helemaal zin in. Maar volgende week is dat allemaal weer voorbij. En dan gaat die kerstboom eruit. En dan vind ik het meteen gewoon saai en leeg in huis. Nou krijg ik mega veel complimenten over de posters die daar staan. Die knoflook en op die andere staat Wine O'Clock. Want dat is het hier altijd. Die posters hebben we van Decennio. En ik dacht, het is wel leuk om op de kast waar de kerstboom dus nu naast staat ook alweer even een soort nieuwe collectie te maken met allemaal leuke posters. Nou hebben ze echt onwijs veel keus. En ik heb wat dingen aangeklikt die ik wel leuk vond. Ik vond dit heel erg mooi. Dat is een beetje dat, oh nou letterlijk abstract figures. Ik vind dat abstracte kunst vind ik altijd super mooi. Even kijken wat we hier hebben. Deze vind ik ook onwijs gaaf. En ik probeer wel altijd alle posters al een beetje in dezelfde kleur te krijgen.
Dit vond ik ook super mooi, heel chic. Misschien vind ik dit ook wel leuk voor op de slaapkamer of zo. En deze vond ik ook heel mooi, klassiek. Nou, zo hebben ze dus echt, nou, je ziet het al hoeveel categorieën er zijn. Onwijs veel keus. Keukenposters. Ja, ik vind eigenlijk degene die we nu hebben toch wat vet. Maar dit soort dingen zijn ook zo leuk. Met van die prosecco glazen. Nou vind ik het handige van die posters dat je de lijsten gewoon kan bewaren en iedere keer posters door kan wisselen. Dus dat betekent gewoon dat je keer op keer mee kan wisselen met je interieur of je interieur gewoon kan stylen. Ik bedoel, dit staat onwijs leuk, maar als ik dat zat ben, gooi ik er nieuwe posters in en dan heb ik weer een heel ander plaatje. Echt ideaal. Mocht jij nou ook een klein beetje met pijn in je hart de kerstboom de deur uit moeten doen en het toch gezellig willen maken in huis. Die posters zijn dus echt een absolute aanrader. Decennio heeft nu een hele grote wintersale waarbij je 35% korting krijgt op je posters als je kortingscode D gebruikt. Dus die kan je gebruiken. Het linkje zal ik even zetten in de beschrijving. Dan ga ik nog even verder neuzen. Ik moet zeggen, ze hebben zoveel keus. Ik vind het gewoon echt bijna moeilijk om te kiezen. Maar we gaan er even iets leuks van maken. Ik wil een beetje zo in de lente sferen, weet je wel. Dat we gewoon weer zin krijgen in het voorjaar. En dat kerst niet te erg gemist gaat worden. Ik vind deze vibe ook echt geweldig. Dit soort dingen. Die mooie kleuren. Het is zo prachtig allemaal. Ja, echt top. Mocht je nou iets besteld hebben, laat het me ook vooral even zien op Instagram. Want ik vind het super leuk om te zien hoe jullie creaties eruit zien. En misschien kan ik weer een beetje inspiratie opdoen bij jullie. Nou, het toetje moet helemaal goed komen. Ik heb mezelf even door de wasstraat gehaald. Dat was wel nodig. Ik had echt mega vet haar. En je wil natuurlijk wel helemaal lekker uitzien. Lekker. Leuk uitzien voor kerst. Dus ik ga me opzetten, jongens. We gaan er wat van proberen te maken. Ik begin met een dagcremetje. Want echt waar, mijn huid lijkt wel krokant. Zo droog. Als ik het niet invet. Het is echt verschrikkelijk. Hihi. Ik zit ineens te bedenken, vroeger, 2013, 2014, beetje begin van de YouTube periode, was het voor heel veel YouTubers een hit om ongeknipte vlogs te uploaden. Dus dan hoefde je niet te editen, dan deed je gewoon alle beelden die je had, die plakte je achter elkaar en als het dan een keer misging of het duurde wat langer, kijk ik knip heel vaak stukjes eruit als iets te lang duurt, maar dat laat je er dan gewoon in. En dat was dus echt een hype. Maar ik denk, als ik dat zou doen, dat jullie letterlijk vlogs van 3 uur zouden krijgen van alle keren dat ik mijn camera neerzet. Gewoon mijn ding ga doen en dan later spoel ik dat door of ik knip even leuke stukjes eruit. Het zou echt eindeloos worden. Ik denk dat je er helemaal tureluws van wordt. Dus wees blij jongens dat ik mezelf heb leren editen. Dat ik die onzin stukjes eruit kan knippen. Oké. Haren zijn stijl. Nou moet ik make-uppen, maar het thema van ons kerstfeest is kleur. En ik heb normaal alleen bruine oogschaduw. Ik gebruik altijd dit eeuwenoude palet van Sephora. Je ziet ook welke twee kleuren ik het meest gebruik. Maar ik heb in de kelder heel veel make-up van bedrijven wat ik ooit heb gekregen. Dus ik denk dat ik daar even ga neuzen voor een lekker kleurtje op de ogen. Dus laten we even naar de kelder. Ik schaam me wel een beetje voor de zooi. Maar alles wat hier in het midden staat moet ik nog uitzoeken. En daar heb ik nog geen zin in gehad. Dus Larsje had heel lieve kelder opgegaan, maar is nu alweer een zooi omdat ik mijn zooi niet uitzoek. Even kijken. Dit zijn sieraden. Hier is make-up. En hier is ook make-up. Ik heb natuurlijk best wel vaak samenwerking gehad met leuke bedrijven. Maar ja, die make-up gebruik je natuurlijk nooit allemaal tegelijk. Dus dat eindigt dan... Wat is dit? Oh, dit is een face. Nee, ik wil echt iets van oogschaduw. Het is wel handig, hè, dat je zo bij jezelf kan shoppen. Glitters! Oh my god, die nemen we mee. Glitters. Oké, die gaan mee naar boven. Deze vloer is zo koud! Oh, wat is dit? Mix. Nog meer glitters. Welke kleur? Rozig. Oké. Glitters. Oké, nee, dat is hem niet. Misschien dat hier nog wat tussen zit, maar volgens mij is het alleen maar lip. Oh, en eyeliner. Maar ik draag nooit eyeliner. Dat is wel in een leuke kleur. Maar ja, als je dat dan niet opdoet. En ik vind een blauwe lippenstift ook een beetje heftig.
Blijft nooit zitten ook. Oké, nee, dat wordt hem niet. Oké, we gaan voor de glitters. En dan denk ik voor roze, want ik heb een roze jurk. We gaan voor de roze glitters. Nee, ik kan natuurlijk helemaal niet zo goed zien hoe ik nu mijn make-up ga doen, maar... Ik ben toch geen pro, jongens. Je mist niks. Het is een gevaarlijk spul, dit. Ik heb ook niet echt dingen om het mee op te brengen. Oh, misschien wat staat. Oh, het is wel heel mooi. Ga ik het zo laten zien. Het is echt mooi. Maar ja, hoe zorg ik dan dat dit blijft zitten? Heel alles onder de glitter. Als jullie denken, wat voor mogol is dit? Ja, dat klopt. Ik ga het niet eens ontkennen. Kan je het zien? Mooie glitters, toch? Dan wel very... Christmas shiny. Nou, nog even mijn mascaraatje op en dan is het tijd om de kleding te kiezen. Oké, nou heb ik als outfitkeuzes twee opties. Ik ga even een beetje in het licht staan. Dit is een jurk van Lovies van vorig jaar. En die is helemaal met gekleurde glitters. En ik heb ook deze jurk van Lovies van dit jaar in het roze. Nou is het kleurenthema van... Ons kerstdiner is kleur, want mama heeft voor het eerst een hele gekleurde boom. En dat leek ons dan leuk als je dan allemaal een leuk kleurtje aantrekt. Jeetje, ik heb wel een heel erg make-up hoofd zo. Nou ja. Maar goed, ik twijfel dus een beetje. Nou heb ik deze schoenen erbij. En ik denk dat die eigenlijk wel het vetste staan onder die gekleurde jurk. Dus ik ga die als eerste aantrekken. En als ik dan niet tevreden ben, doe ik die andere aan. Ik heb nooit zoveel make-up op. Ik laat hem even hier zien, want hier is het licht wat beter. Ja, heel veel kleurrijker dan dit wordt het natuurlijk niet. Ja, ik ben wel een soort lopende discobal, maar goed hè? Nou, die roze jurk wordt het sowieso niet. Maar ik vond dat jurkje wat ik net aan had ook nog in een shirtvorm. Ik heb natuurlijk die fotoshoot voor Lovies gedaan, dus ik heb al die items hier liggen. En nou gewoon met een broek en dan alsnog die schoenen eronder. Maar ik denk dat ik me hier wel het comfortabelst in voel. Tada! Ik denk dat dit hem wordt, jongens. Ik vind dit leuk. En dan gewoon lekker een broek aan. We zitten toch thuis. Zo. Ja! Nog steeds disco. Maar dan normale disco. We zitten lekker aan tafel. Echt prachtig gedekt. Hi. Zie je er mooi uit. Dankjewel. Echt zo'n mooie jurk aan. Mannen, gaat het goed? Ik ben ook mooi. Kijk. Nou, ik vind jouw outfit matig, man. Lars, nou, nee, Lars, ik vind het super leuk. Lars had een heel... Ja, ik vind het ook leuk, maar niet voor kerst. En dan gaat ze nu zeggen wat ik aan had. Kijk wat ik nu aan heb. Lars had een heel leuk jasje aan. Ja, maar nu niet meer. Nee. Ik heb tenminste nog een jasje. Nee. Nou goed. Papa en mam die zijn nog in de keuken bezig met het voorgerecht. En ik heb net even gespeakt. Het ziet er zo mooi uit. Onze outfits kunnen niet op tegen het voorgerecht. En ons doet jou helemaal niet. Oh, omdat jij die hebt. Hij is helemaal ingezakt. Ja. Oh, luister, dat ding staat als een huis. Ja. Dat zeggen we. Dat zeggen we. Kijk nou hoe prachtig dit eruit ziet. Mam, je hebt jezelf overtroffen. Ja, vind je? Wat een pareltje dit. Dankjewel. En zelfs de koekjes of de broodjes zijn in. Hou eens op jij. Ja. Nou, nu mag jij filmen. Zal ik bij jou bijschijnen dan? Zo gaat het de hele avond. Is en Quinn. Ho, Is en Quinn. Maar Quinn heeft ook serieus zijn best gedaan. Quinn heeft serieus zijn best gedaan. Ik heb geholpen. Hebben het tussengerecht gemaakt. Want Quinn, kerst is geen kerst als we geen... ragout met bakjes hebben. Pastijtjes noemen normale mensen dat. Pastijtjes. Maar jullie hebben de ragout dit keer zelf gemaakt. Normaal flik je alles uit een blikje in de pan en dan is het klaar. Maar we hebben wel besloten dat Isa en ik volgend jaar geen tussengerechtje meer willen. Wij willen dan ook een keer iets echt maken. Ja, oké. Okay, maar de gerechten waren nu op, want mama ging al het hoofdgerecht doen. En het voorgerecht had ze ook al een idee voor. En je had het toetje al. En ik had toetje al. Ja, lekker. Dus we waren een beetje op. Ja, het was op. Het is met champignon en met kip. Ja, dus het is wel kippenragout. Maar normaal hebben wij eigenlijk... vroeger hadden wij wel eens runderragout. Nee, we hadden altijd lamragout. Lam, dat bedoel ik. Vinden jullie er heel raar uitzien met lippenstift? Iedere keer als mezelf... Nee, ik vind het echt leuk. Ja, iedere keer als ik mezelf zie denk ik... Oeh, het lijkt ineens alsof ik heel veel make-up op heb. Nee. Oh, ik vond het veel meer niet eens op dat je lippenstift op had. Maar het is ook wel weer een beetje vervaagd. Lekker? Tering lekker. Mooi, we gaan nu eten dus. Dat is mooi. Ik heb nu bronzer op.
Ja, omdat en dat jou ook in de spiegel kijkt. Deze opmaak is echt zo mooi gedaan. Nee, ik meen het. Echt, ik vind het. Vind ik, ook. Ik had echt verwacht dat je het veel minder goed zou doen. Maar daarom is het fijn dat je iets hebt. Ja, maar het is wel moeilijk om met zoiets om het echt mooi te maken eigenlijk. Nee hoor, het is prachtig. Het is prachtig. Eet smakelijk. Eet smakelijk, jongens. Kwijt. Oké, mijn cadeautje van Lars. Oh, echt? Huh? Waarom heb je dit dubbel ingepakt? Ja, dan zou je zien wat het is. Van de Douglas. Ja, nou, dat is het dus. Nou, wat zal het zijn? Ik denk dat het chocolaatjes zijn. Schoensmeer. Het is wel altijd heel leuk ingepakt. Ik wil nog even zo meteen een beetje info geven. Oké, je mag zo meteen. Mag nu al, doe maar. Doe oh, ja. Kan je vertellen? Wat Davy zegt, volgens mij wilde mijn moeder deze ook. Ja. Het eerste wat ze zegt, oh ja, maar dan hoef ik die niet meer hoor. En welke had ik letterlijk die dag besteld? Voor het luchtje. Oh. Ik vind het een beetje gek om dezelfde firm te hebben als iemand die heel dicht bij mij staat. Maar ik zal met je moeder dan afspreken dat als we bij elkaar zijn, dat we hem dan niet opdoen. Ik wil ook in die groepsapp gaan we doen. Ja, oké. Okay. Maar ik vind deze wel heel lekker. Ik heb deze ooit een keer bij een vriendinnetje in groep 3, in de derde klas of zo geroken. En laatst kwam ik pas achter dat het deze parfum was. En nu ben ik helemaal verliefd. Dus dankjewel, schat. Het is tijd voor het toetje. Ik ben helemaal het hoofdgerecht vergeten te filmen. Maar het was vlees. Het was echt heerlijk. Ik heb een foto. Kijk, het zag er echt prachtig uit. Nu is het tijd voor ons hoogtepunt. Het was wel weer de... hoe heet die dingen nou? Ik kom niet op het woord. Die schuimpjes met spul ertussen. Die rondjes. Nou, je gaat ze zo wel zien. Het staat waarschijnlijk op de verpakking. Die was ik thuis vergeten. Gelukkig gewoon hier twee straten vandaan. En is Lars nu halen. Ik ga nu even de slagroom kloppen. En mama heeft, thank god, zo'n mooie keukenmachine. Zo'n KitchenAid. Fijn dat ik die even kan gebruiken hoor, die KitchenAid van jou. Ga je laten filmen? Ja? Mezelf? Nee, tegen wie sta je uitgepraat? Mijn glitters doen het wel goed op camera. Ja, leuk. Heb jij ook poedersuiker voor mij? Mag het ook gewoon suiker? Nee. Voor slagroom? Ja, dan moet het volgens het recept met poedersuiker. Oké, hoe werkt het ding? Nou moet ik... Oh! Dit is de verkeerde hendel. Ik moet deze hendel. Die en dan gewoon aan. En dan eerst één, want anders heb je het al niet over. Heb je dit al erin? Ja. Kijk nou hoe leuk die is geworden, jongens. De sterretjes zijn er al uit, want die waren op. Maar als je heel goed kijkt, zie je ook de goudpoeder erop. Dat is toch enig. Heel mooi. Hebben we goed gemaakt, hè, schat? Ja. Jij hebt het schuim gemaakt. Ja, zeker. Ja, zo leuk. Super. Wauw. Ik heb het grote cadeau van de avond. Het is echt huge. Heb je enig idee wat het is? Is het breekbaar? Oké. Okay. Het is een... Zet u in. Bubbeltjes plastic. Ja! Wow, deze had ik niet zien aankomen. Ik had deze wel op mijn lijst gezet en hij lijkt echt ziek erg. Kijk nou wat een mooie vaas. Zo, die is vet. Mooi! Wow. Ik wilde heel graag een gekleurde vaas voor op het aanrecht. We hebben zo'n hele mooie hoek op het aanrecht, zeg maar. En ik had een paarse vaas gezien. Pinterest ergens voorbij komen, een beetje met dezelfde kleuren als wij in de keuken hebben. Toen dacht ik, dat is zo'n mooie combinatie. En hier gewoon een paar witte bloemen in of zo. I love it. Thanks, kerstman, vrouw. Jeetje jongens, wat een geslaagde kerstavond. Het was zo leuk. Het eten was heerlijk. De cadeaus waren super. Ik ben echt heel blij met deze vaas. Ik vind hem zo mooi. En we willen er van die hoge pluimen in en zo. Helemaal leuk. Wij gaan lekker slapen. Morgen de eerste kerstdag. Die vieren we heerlijk met z'n tweeën. Rustig aan. Dus ik zie je morgen weer. Slaap lekker. Een hele goede morgen jongens. Het is eerste kerstdag. En we hebben ons kerstontbijt overgeslagen. Want we zitten nog zo vol van gisteren. Dat we beginnen met een kopje thee. Dat is ook lekker. En iets minder vullend. Oh. Ik lag gisteren in bed, toen dacht ik echt, oh my god, ik heb veel te veel gegeten. Ja, ik ook. Ik heb dat nu nog zelf. Ja, dat is echt bizar. Ik heb wel een cadeautje voor je. Oh. Leuk, hè? Oh, spannend. Oh, een horloge. Zet u een Apple Watch. Ik dacht, dat is super handig als je op de baan staat. Ja, dat is zeker handig, ja. Ja, toch? Ja. En ik wilde eigenlijk zelf ook een keer testen. Dus ik dacht, dan koop ik hem voor jou en dan kan ik ook een keer proberen. Ja, cool. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Alleen je moet even zelf een bandje erbij kiezen. Want ik denk niet dat je het bandje leuk vindt wat erbij zit. Oké. Okay. Maar, ja? Ja, heel vet. Thanks. Wij hebben niet zo'n hele drukke planning vandaag. We hebben maar één prioriteit. En dat is lekker chillen. Nou, gaan we de dag beginnen met naar het bos. En Wim, waar ben je? Oh, daar.
We hebben Bumper even opgehaald, die gaat gezellig met ons mee. Of we gaan naar, niet naar het bos, we gaan naar de Soesterduin. Dat is een hele grote zandvlakte. Lekker in het zonnetje lopen. En geluk dat het lekker weer is vandaag. De rest van de weer gaat het... Ja, de rest van de weer. De rest van de week gaat het echt knijterhard regenen. Lekker hè, Bump? Ik voel wel druppels. Hoe kan dat nou? Het was zo zonnig. Nee, klopt ja. Nou ja, we zijn alweer onderweg terug naar de auto, want het gaat dus regenen. Koud, ja, oh, die zon was zo lekker. Het was echt windsport weer. Maar goed, wel een lekker stukje gewandeld. Zeker. Geef je smartwatch al aan hoeveel stappen je hebt gezet? 11.100. Ja, dag. Het is 11:55. Ah. Lars weet nog niet hoe die werkt. Ik denk dat wij nog nooit zo'n luie eerste kerstdag hebben gehad als vandaag. Op het wandelen na hebben we echt alleen maar op de bank gelegen en televisie gekeken. Nou heb ik mijn best gedaan om nog even een glittershirt aan te trekken. Kijk. Ik heb ook nog mijn shirt. Nou, die kan best, die trui voor kerst, vind ik. En nu gaan we lekker gourmetten. Yay! Oh, nice. Met een flesje. Morgen gaan we weer aan het echte kerstwerk beginnen, maar nu... Wel lekker zo'n rustdag. Mm-hmm. Even bijkomen en dan morgen naar de andere familie. Nou, de perfecte afsluiting van onze chilldag. Lekker in bad. En dan gaan we morgen weer aan het echte kerstmis beginnen. Met eten, familie en cadeautjes. Maar nu even lekker chillen. Een hele goede morgen jongens. Tweede kerstdag. En ik zie er nog niet op mijn kerstbest uit in plaats van op mijn paasbest. Maar ik ga vanmiddag pas douchen. En ik heb echt heel vet haar en zo. Maar ja, weet je, ik sta nu dan de hele tijd boven het eten. En dan ga je weer stinken en weet ik het allemaal. Dus dat stellen we nog even uit. Ik ga jullie even op de witte wijnazijn neerzetten. Zo. Zo. Goedemorgen. Ik ben vandaag begonnen met uitslapen. Oh, ik heb voor het eerst weer goed geslapen trouwens. Daarom ben ik zo opgewekt en vrolijk. Ik heb de Headspace app geprobeerd. No spon, maar dan gaat ze zo zeggen. You have to count down from 10.000 till zero. En dan denk ik echt, wow, dat is echt... En voordat je bij 9.900 bent, dan ben je al in slaap. Maar het werkte echt top. Ik was echt tevreden. Nu ga ik beginnen aan onze voorbereidingen voor dit kerstdiner bij mijn schoonouders. We eten vanavond gezellig bij mijn schoonouders en de kinderen zijn er ook. En we eten tonijn. Althans, ons gerecht wordt tonijn. Dus ik ga deze heerlijke tonijn bereiden. Ik kan je even voorstellen, dit stukje. Het is 400 gram. Kost 23 euro. Dat is very duur voor in zo'n klein stukje. Maar goed, het is kerst. We besparen niet op kerst. Maar het is wel duur. Oké, dit gaan we dus maken. Ik ga het allemaal doen met oosterse-achtige ingrediënten. Dus door een beetje oosterse tonijnprut. En het recept zal ik even zetten in de beschrijving. Zodat je dat ook kan maken. En dan gaan we nu aan de slag. Want we hebben precies lang zat om dit te maken. Ik dacht het is echt al 12 uur. Maar het is pas 9:45. Wij doen trouwens, zoals je merkt, dus niet echt aan kerstontbijt. Want iedere keer zitten we volgende avond daarvoor. En we hadden gisteren natuurlijk ook uitgebreid geplaat en zo. Dus dat hoeft dan niet. En Lars is met mijn vader verwarming maken bij Niek. Dus I'm all by myself for this one. But I think that's very nice because otherwise he's only annoying me. So, let's get this party started. Nou, de tonijn staat hier heerlijk te weken. Of te weken, hoe noem je dat? Te marineren. We noemen het marineren. Ik ben samen met mama aan het koken, dus die is daar op FaceTime. En ik ben nu bezig met de wasabi mayonaise. En dat is best heftig om te proeven in de ochtend. Mama zegt net tegen mij, wat zit jij zuur te kijken? Maar het is niet heel fijn om te proeven. Maar ja, je moet wel proeven, anders weet je niet of het lekker is. Nou nog een limoentje nodig. Dit is echt een aanrader hoor. Ik heb dus net met tonijn geproefd. Zo lekker, echt niet normaal. Dit moeten jullie ook een keer maken als je van tonijn houdt. Zeker nu we niet uit eten kunnen, ben je gewoon je eigen restaurant hoor met dit. Nou jongens, dit is hem geworden. Kijk nou hoe heerlijk dit eruit ziet. En ik heb hulp gehad van een hele goede kok. Wat ben jij aan het maken? Ja. Is dit jouw brouwsel? Ja. Gaan we dit eten vanavond? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Of we dan allemaal wel kunnen slapen vannacht. Ziet er goed uit, jongen. Ja. Goed geholpen. Heerlijk. Een hele goede morgen, jongens. Het is derde kerstdag. Dat betekent dat het eigenlijk helemaal geen kerst meer is. Maar op een of andere manier heeft iemand ooit bedacht dat derde kerstdag ook nog wel leuk zou zijn. We hebben echt een onwijs gezellige avond gehad bij mijn schoonouders. Het gerecht wat ik had gemaakt met het tonijn was echt perfect.
Nou heb ik natuurlijk kerstavond iets meer gefilmd dan tweede kerstdag. En dat is puur omdat, ja, met je schoonouders is toch net iets anders dan met je eigen ouders en je broertje. Dus om die reden heb je iets minder meegekregen van gisteren. Maar ik heb wel echt een geweldig cadeau gekregen. Ik heb UX, jongens. En ik heb vroeger gezworen dat ik nooit van mijn leven UX zou gaan dragen. Eén, omdat ik echt onwijs naar binnen loop. Mijn voeten staan zo. Dus dan was je echt zo'n typische meid met die voeten. En twee, omdat ik het gewoon heel erg niet uit vond zien. Nou heeft Niek, mijn tweelingzus, vorig jaar deze gekocht. Het zwart, dus zwart en laag. En toen dacht ik, oh, nou, dat kan eigenlijk best wel. Dus toen vond ik het lelijke was er al van af. Maar nog steeds dat voetenprobleem. En toen dacht ik, ja, weet je, het zit gewoon zo lekker. Ik gooi al mijn principes overboord. Ik kijk wel hoe belachelijk het eruit ziet. En het zit lekker. Dus het is helemaal top. Dus ik ben vanaf nu een UK-drager, jongens. Ik heb me 23 jaar lang weten te beheersen. Maar vanaf nu ben ik ook een UK-drager. Dat was niet het enige cadeau. Ik heb heel veel leuke cadeautjes gekregen. En de kindjes waren er dus ook. En daarvan kreeg ik dit. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dit ringetje heb ik gekregen. Met daarbij de boodschap. Dat ze zo blij zijn dat ze altijd bij ons terecht kunnen. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dus deze is me heel dierbaar. Ik ben er zo blij mee. Ik zeg ook altijd, ik vind sieraden het leukst als ze een waarde hebben. Nou heb ik deze van mijn oma gekregen, die andere ring. Ik kreeg wel eens vragen of dit een trouwring is. Het zal vast de look hebben van mijn trouwring. Maar ik heb hem dus van mijn oma gekregen. Nou, deze nu van de kindjes. En deze is gereserveerd. Er zit nu een Daniel Wellington ring om. Maar deze is gereserveerd voor The Moment. Lars. Heen. Nee, maar daar ben ik dus heel erg blij mee. Echt onwijs leuk. Dus we hebben echt, we zijn super goed verwend. Nou hebben we vandaag eigenlijk een hele chille dag. Het is zondag. Ik zie echt dat het onwijs stormt buiten. De hoezen van de olijfbomen liggen er helemaal af. Dus die moeten we er opnieuw omheen doen. Alles wat ongeveer in de tuin staat is omgevallen. Het is echt een soort mega storm. Dat houdt mij niet tegen om vandaag even naar mijn beste vriendinnetje te gaan. Ik ga even bij Demi langs. En Lars krijgt hier ook een vriend over de vloer. En dan gaan we nog even met onze vrienden kerst vieren. Alles natuurlijk volgens de richtlijnen. Maar ik vond het wel leuk om Demi ook nog even te zien. Ik ben bij Demi aangekomen en ik heb salade gemaakt. Heerlijk. En ik denk niet dat hij heel erg lijkt op die ene uit Afrika. Maar het idee, je hebt wel je best gedaan. Het idee is hetzelfde. Zeker. Ondertussen zitten we naar Ver te kijken op televisie. Hij staat erin, hij heeft nog niet gescoord. Nee. Gaat hij nog scoren, denk je? Vast wel. Hopelijk. Ik hoop het ook voor hem, anders is hij weer chagrijnig als hij thuis komt. En dan, ja. Ja, hij wil zo graag. Maar hij wil zo graag. We gaan lekker eten. Eet smakelijk. Het is ook echt 4 uur, we gaan wel sla eten. Ja, heerlijk. Maar ja, niet. Lekker toch. Lekker sushi eten, schat. Lekker. Heerlijk. Hoor. Ondertussen kijken we 4 handen op 1 buik. Het is altijd een erg ironisch programma. Ik vind het heerlijk. Lekker wegkijken. Eet smakelijk. Eet smakelijk.